Welkom bij Meer dan Mama podcast. Voor ambitieuze, gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijsen en ik ben jouw host, mama ontstresscoach, transformatietrainer en auteur van het boek In 10 Stappen jouw droomleven na een burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. Goeiedag, welkom bij de Meer dan Mama podcast. Vandaag in gesprek met Dimfina Joren. Dimfina Joren heeft een boek geschreven, Eet Puur Geluk, naar aanleiding van haar eigen burn-out ervaring. En daar gaan we natuurlijk vandaag in de Meer dan Mama podcast over hebben. Welkom Dimfina, superleuk dat je erbij bent. Dankjewel Bianca, superleuk om mee te doen. Ja, ik ben zo benieuwd. We hebben natuurlijk in aanloop naar de podcast wel meerdere dingen besproken over jouw ervaring. Maar wanneer was jouw burn-out en hoe kwam die? Nou, dat is eigenlijk zoals zoveel die eigenlijk hier een beetje tegenaan zitten te hikken, hopelijk een verduidelijking voor ze, dat een burn-out kan zomaar uit het niets komen. Je hebt wel vage klachtjes, maar dat negeer je eigenlijk. Je denkt, ach, dat hoofdpijntje gaat wel over, ach, mijn maagpijn, steen op mijn maag, wat minder slapen. Dus je krijgt allemaal van die kleine vage klachten. En dat had ik dus ook. En totdat op een gegeven moment letterlijk dit gebeurde, letterlijk, op een zondag. En daar lag ik. En met dit bedoel je gewoon het licht ging uit, het lijf deed het niet meer. Ja, mijn lijf deed het niet meer, mijn hersen sloegen op hol, ik ging rare dingen denken. Eigenlijk was ik gewoon echt compleet mezelf niet meer, het werd in mij helemaal overgenomen. Totaal geen controle erop. En toen had ik dus een flinke burn-out. Nou, dat was in 2011. 2011, Ja, is dat geweest. Nou ja, weet je, en dan ga je eigenlijk dokteren. Hè? Dan het eerste wat je doet is de andere dag naar de huisarts gaan. Want het gebeurde bij mij op een zondagochtend. Die zei van, ja, je moet rustiger aandoen. Kijk, en daar ligt best wel een groot probleem, vind ik zelf. Omdat in deze hectische maatschappij en ook nog een eigen bedrijf met 11 mensen als team, hoe dan rustig? En ik denk dat de meesten van ons wel zijn verleerd om rustig te doen. Dus voor mij was dat noodgedwongen, gewoon echt zomaar met tikkende vingers op de bank van nou, ik ga een film kijken. Ben je er geestelijk natuurlijk niet bij? Je wil gelijk oplossingen hebben. Nou, en die zijn niet kant-en-klaar voor het grijpen. Je hebt dus echt, en dat hoop ik, de mensen die kijken nu naar deze podcast en in de toekomst gaan kijken naar deze podcast, dat ze zich realiseren, ja, het komt echt, echt goed, maar je hebt echt heel erg veel te doen aan zelfreflectie. Nou, jij hebt ook een burn-out gehad, ja. Bianca. Ja. Nou, jij bent natuurlijk fantastisch op het gebied van coaching, hè? Want zoals Bianca net zei, hebben we elkaar wat eerder ontmoet en gesprekken met elkaar gevoerd en lekker gelachen, want dat kunnen we gelukkig ook al een tijdje weer. Maar het is dus echt een pijler hebben van meerdere dingen. Dus je hebt echt, als je er flink doorheen zit, een coach te zoeken. Die gaat kijken van, hoe ziet jouw dagritme eruit? Hoe beleef je die dag en hoe ga je met die dag om in een bepaald tempo? Pak je wel rust? Kijk, en dan heb je dat zelf gedaan toen de tijd? Je bent van naar de dokter geweest en daarna? Nou, toen ben ik daarna. Dan ga je eigenlijk een beetje ook zelf dokteren. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje doet. Hè, je gaat opzoeken op internet welk pilletje kan ik gaan slikken, wat ik in de drogisterij kan kopen. Je gaat boeken lezen. Daar heb je ook lekker veel aandacht voor. Ja. Maar gelukkig, ik ben natuurlijk niet voor niks burn-out geraakt, omdat ik een flinke fanatiekeling ben. Ja. Dus die boeken, dat lukte me wel. Okay. Dus ik ben wel gaan kijken van, wat doe ik fout? Ik doe iets fout. Ja. Wat doe ik dan fout?
Het is mooi dat jij dat zegt, want ik heb zelf, de mensen die mij al langer volgen zullen dat ook wel vaker gehoord hebben, is dat ik letterlijk zei tegen mezelf toen ik een burn-out kreeg, ik doe iets goed fout. Ik weet niet wat, maar ik doe iets goed fout. Goed fout, ja. Ja, nou, en dat is nu voor ons alle twee heel makkelijk gezegd, want we weten het nu ook wel. Ja. Maar op dat moment had ik verschillende... Geen idee. Ja. Nee, ik had geen idee. Ik dacht, ik bedoel het toch altijd goed. En ik heb het toch naar mijn zin. En ik heb niks te klagen. Dus het is... Je bent zo onbewust van het feit dat je onbekwaam bent. Ja. Dat je geen notie hebt. Dus je hebt echt met coaches te gaan praten. Ja. Om je eigen leven onder de loep te krijgen. En jij bent dus met meerdere coaches gaan, zei jij. Ja. Ja. Wat maakte dat je koos voor meerdere coaches? Want ik neem aan dat de dokter ook je bijvoorbeeld doorverwees naar een psycholoog. Ja, de dokter verwees me door naar het GGZ. En daar ben ik dan wel geweest. En toen dacht ik van, nou ja, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Want dan krijg je eigenlijk gelijk slaapmedicatie mee. En toen dacht ik van, ja, ik ben nog niet eens ooit dronken geweest in mijn leven. En dan moet ik slaappillen gaan slikken. Ik denk, ja, misschien had dat tijdelijk even een beetje wat rust bezorgd. Want kon je wel slapen of niet? Nee. Nee, ik kwam niet in slaap. En dan had ik haastslaapjes. Oh ja. En dan werd ik eigenlijk om 1 uur of 4 gigantisch gestrest wakker. Mm. Want dat bleek later ook, hè, falen klinkt wel een heel groot woord. Maar wat ik een gemis vind in de reguliere zorg is dat ze niet... Bij mij hebben ze dat in ieder geval niet gedaan. Dat ze niet hebben gekeken hoe hoog is dimfinale cortisol. En cortisol is een stresshormoon voor degene die niet weten wat cortisol is. Ja. Als je eventjes stress hebt of even in moet schakelen om actie te krijgen, heb je adrenaline. Ja. Maar als dat duurt maar kort, dat is om even goed alert te zijn. Maar daarna krijg je cortisol en daar kan je heel veel maanden, jaren op teren. Ja. Nou, mijn cortisol-eenheden waren 18.000 toen ik ze ooit getest heb. En dat mag maximaal iets van 12.000 uit mijn hoofd zijn. Oké. Okay. Nou, en daar ligt ook de clue van, je krijgt het niet in... Je weet dan wel van, dat zit fout. En ik ging inderdaad lekker rustig na mijn middageten op de bank liggen met een meditatie van 30 minuten. Die deed ik 's avonds ook. En mijn lichaam was zo in de stress van 20 jaar lang keihard werken. En veel te veel willen. Want ik vind alles heel leuk. Ik wil wel 300 jaar worden. Dus mijn lichaam die ging echt dit doen als ik ging liggen. En ik ging ontspannen. Ja. Nou, dus zo ben ik eigenlijk zelf met coaches. De ene coach die had wat meer invloed op mij. De andere coach niet, dus dan stopte ik daar weer mee. Maar toen even een sprongetje maken. Alles begreep ik. Ik begreep cognitief, alles. Je snapte je allemaal wat de bedoeling was, zeg maar. Ja. Ja, juist, cognitief begreep ik alles. Ik heb ook drastische veranderingen aangepast in mijn leven. Ik werkte, en zoals welke bijvoorbeeld? Nou ja, ik werkte heel veel uren. Hè? Dus ik dacht op een gegeven moment, nou oké, dat kan gewoon niet meer. Nou, dan ben je een zaak aan het opbouwen en we hadden het bedrijf van mijn vader gekocht. Dus toen die waren we nog aan het aflossen. Dus dan kan je ook niet zeggen, joh, we nemen er even een secretaresse bij voor 20 uur in de week. Want hoe moet je die dan betalen? Dus dan heb ik een stukje salaris ingeleverd. Ben ik minder gaan werken. In plaats van ongeveer gemiddeld denk ik 70 uur per week, ben ik ongeveer naar 30 uur per week op een gegeven moment gegaan. 40. Dus jij bent zeg maar wel door blijven werken, maar minder? Nee, ik heb 9 maanden echt, 6 maanden echt niet gewerkt. Ben ik echt thuis geweest. Oké, ja. Want ik werd echt verboden door de huisarts. Die kwam op een gegeven moment, ik was natuurlijk in paniek, want dat krijg je ook, hè? Ja. Je kan het niet accepteren, dat herken jij misschien ook wel. Ja. Dus ik raakte zo in paniek over de paniek. Dat 's ochtends een keer mijn man de huisarts heeft gebeld. Nou, je moet nu komen, want nu gaat het gewoon niet meer goed. En die zei van, nou, als je nu echt nog wat gaat doen, dan ben je over 6 weken gewoon dood. Wat een uitspraak, bijzonder. Ja. Nou, ik kon me er wel mee vinden eigenlijk. Maar als in van, nou, dan ga ik maar dood. Of als in, oh, nee. Chips.
Nou ja, ik dacht, ja, zover heb ik het wel laten komen. Ja. Dus, Ik ken de andere kant ook wel, hoor. Dat ik weet zelf wel, van het moment dat bij mij het lichtje uitging, was het ook letterlijk dat ik alles zwart voor mijn ogen zag worden. Maar dat er ook echt een gevoel door mij heen ging, zo van, oké, als nu de aarde zich opent en ik mag daarin zakken, laat maar gaan. Op dat moment was bij mij ook wel zoiets van, ik vind het helemaal prima. Ik zak er ook doorheen ook. Maar dat werkte zo niet. Ik moest gewoon van de stoel opstaan. Ja. Dat heb ik dan gelukkig niet gehad, gelukkig. Ja. Maar ik zie nog wel die dokter zo naast mijn bed staan. En ja, toen ben ik wel thuis gebleven. Maar goed, even een stapje voor de mensen die willen weten. Want ze weten hoe ze zich voelen. En het is allemaal waardeloos. En je zit te huilen. En je wil nu beter zijn. Ja. Dat gaat niet. Ja. Je kan niet nu beter worden. Punt. Nee. Wat je wel hebt te doen, is inderdaad kijken naar je eigen gedrag. Zelfreflectie gaan leren. Ja. Naar een coach, net zoals voor jou, inschakelen. Ja, want jij bent specialist op dat gebied. Ik ben ook wat meer gaan bewegen. Want ik zat niet op een sportschool. Ja. Alleen wat ik de mensen heel graag mee wil geven, Bianca, is als ze tegen mensen zeggen die heel gedreven zijn en perfectionistisch zijn. De dokter zei, ga maar bewegen. Dus wat deed ik? Ik ging lopen van huis naar mijn werk een uur. En een uur terug. Maar ik was burn-out. Dus ik ging nog verder burn-out zitten te zijn. Ja, ik hoor dat heel vaak. Nou, met enige onderbrekingen. Zoom, die stopte ermee. Met de opname doe ik dat altijd via Zoom. Dat kan ik het tenminste ook delen op YouTube. Dus we gaan eigenlijk weer een soort van verder waar we gebleven zijn. Even een kleine resume. Divine Jora heeft zelf een burn-out gehad in 2011. Toen de tijd ook doorgestuurd vanuit de huisarts naar een psycholoog. Maar is zelf vooral ook op zoek gegaan naar de mogelijkheden, is bij diverse coaches uitgekomen, heeft ook zelf boeken gelezen. Kortom, mentaal gezien wist ze alles wel hoe het werkte. Maar daarmee was ze er nog niet. Zelfs uren in haar werk geminderd na 6 maanden herstel, toch wel weer gaan werken. En merken, oké, ik ben er nog steeds niet. Als ik me goed herinner, Davina, gaf jij ook aan dat jij mede door de burn-out misschien wel in een depressie terecht was gekomen. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Ja. En dat is eigenlijk een mooie aanknopingspunt gelijk weer om verder te gaan na onze onderbreking van Zoom. want waar ik heel graag de nadruk op wil leggen, wat voor mij een lang traject is geweest, maar waar ik onderzoek naar heb gedaan, is als je heel lang blootstaat aan stress, dan krijg je te maken met dat je cortisol wordt gemaakt door je bijnieren. Ja, maar daar zit vaak een uitputting op. Precies. Ja. Maar als je bijnieren dat niet meer zo heel veel aan gaan maken, dan gaat het eigenlijk je neurotransmitters, en nu gaat het een beetje technisch worden, dan ga je cortisol gemaakt worden uit neurotransmitters. Heel simpel, een neurotransmitter is een overdrachtstofje wat jouw zenuwcellen in je hersenen nodig hebben. Die zenuwcellen zitten niet aan elkaar, die zitten los. En om dat stukje te overbruggen, die opening, hebben ze zo'n overdrachtstofje nodig. Nou, dus ik kwam er gelukkig achter dat mijn serotonine veel te laag was. En dan moet je eigenlijk aan de antidepressiva natuurlijk. Ja, en dat voor degene die aan het luisteren zijn, we hebben zeg maar 4 geluksstofjes waar we gebruik van maken, gelukshormonen. En 1 daarvan is serotonine. De andere, mocht je interesse hebben, de andere zijn dopamine, oxytocine en endorfine. Maar de serotonine in dit geval was bij jou dus laag. Ja, serotonine was helemaal ver beneden het niveau. Dus wat betekent dat dan? Dat betekent dat eigenlijk je hersens niet meer functioneren op je geluk. Dus als je tekort hebt aan serotonine, dan krijg je dus inderdaad een depressie. Dan krijg je angst, dan ben je emotioneel absoluut onstabiel. Je hebt geen zin in seks. Nou, dat interesseer je dan op dat moment helemaal niet. Nou ja, dat is ook, dat is ook leuk. Dan weten mensen dat ook gelijk. Ja. En, het is niet meer, ik heb hoofdpijn vandaag, maar ik heb te weinig serotonine. Nee, ik heb geen serotonine, dus het lukt niet, schat. Laat maar gaan. Ja, dus al die serotonine is voor zoveel dingen belangrijk. Nou, toen ik op een gegeven moment wist dat het bij mij daaraan lag, dus ik snapte dus wat jij heel goed samenvatte net,
Ik snapte alles mentaal. Ja. Ik heb alles toegepast wat ik had geleerd. Maar dat geluk bleef weg. Ja. Die depressie was er. En toen ik dus bij een psychiater kwam, want ik was zo ziek, ik moest echt naar een psychiater. En die zei, nou, je hebt gewoon echt serotonine tekort. Toen ben ik gelijk dezelfde dag gaan kijken, ja, maar hoe, wat stop ik in mijn mond? Hoe gaat de stofwisseling en hoe krijg ik die serotonine in mijn hersens? Mm-hmm. Dat heeft geresulteerd dat ik daar onderzoek naar heb gedaan, naar die stofwisseling. Nou, daar zou ik de mensen niet mee vermoeien. Maar je kan dus serotonine wel gewoon eten. Nou, wat is nou het mooie daarvan? Ik ben afgelopen zomer, heb ik contact gehad met twee professoren uit, van de universiteit in Groningen, de RUG, ja. De RUG. En die professors die zijn gespecialiseerd in neurowetenschappen. En eentje doet daarvan onderzoek naar serotonine. En daar heb ik contact mee gezocht. En ze zegt, oh Dimfina, wat super interessant dat daar ook echt helemaal een boek van gemaakt is. Want tryptofaanrijke voeding, ja, zorgt in die stofwisseling voor die serotonine op de juiste plek. Het wordt natuurlijk ook in je darmen gemaakt. Ja. Maar ik heb me vooral gefocust op, ik wilde het gelijk in de hersenen hebben. Nee, in mijn hersenen krijgen. En voor de luisteraars, waar zit bijvoorbeeld tryptofaan in? Nou, dat is heel gevaarlijk om te zeggen, want dan gaan mensen dus gelijk... Dat vooral eten. Precies, maar zo werkt het niet. Was het maar zo makkelijk. Ja. Want mensen zeggen dan ook bijvoorbeeld, en gaat dan naar jezelf... Ja, maar ik kan ook een tryptofaancapsuletje slikken. Ja. Waar je ook weer halen. Ja. Maar ik ben ervan uitgegaan, ik ga naar de basis terug. Ik heb mezelf onder de loep genomen. Ik wil zelf kunnen bepalen met mijn voeding. Voeding blijft er altijd op deze wereld. Als er een oorlog komt en de drogisterijen worden plat gebombardeerd en de postbode rijdt niet meer, heb je nog weer hetzelfde probleem. Ja, precies. Maar ik heb echt voor mezelf gedacht, ik wil het eten. Nou, ik heb hier mijn eigen boek. Zie je ook al die mooie plaatjes. Nou, Eet puur geluk boek. Eet puur geluk. Nou, het zijn hele makkelijke gerechten. Die in een combinatie met een koolhydraat zorgen voor die aanmaak. Nou, dan zijn de mensen natuurlijk heel nieuwsgierig. Ik kreeg van de week ook, dat vind ik heel leuk hè. Vooral doen als mensen vragen hebben, kunnen ze me gewoon mailen. Die vroegen ook van ja, wel, hoe lang duurde het voordat jij het merkte? Ja, dat is een hele mooie vraag inderdaad. Ja, dus toen ik eindelijk wist, want wat ik heel fout vind, nou, even nog een tussenstapje. Ik zocht natuurlijk als eerste vraag op, waar zit serotonine in? Tuurlijk, dat ga je googelen. Ja, en wat staat er dan? Bananen, dadels, dat soort dingen. Ja, lieve mensen, daar zit het absoluut in, maar super weinig. Oké. Dan ga ik een leuk voorbeeld geven. We hebben hier een bakje mozzarella van 100 ja. gram. En we hebben hier een bakje dadels van 100 gram. Nou, in die mozzarella zit ongeveer 700 milligram tryptofaan. Dat is heel veel. In die dadels, qua hoeveelheid dus hetzelfde, alle 200 gram, zit maar 0,07 ongeveer. Dus 100 keer zo weinig. Dus ik ben echt uitgevoerd. Maar wel meer calorieën, lijkt me. Ja, en veel te veel suiker. Hoog glycemische index. Dus als je een burn-out krijgt, ga je er ook nog eens een keer van hyperen. Ja. Dus dadels kan je beter even laten staan. Ja, precies. Tot ja. het weer goed gaat met je. Dus daar verkijken mensen zich ook op. Hè? Zeker met burn-out klachten, maar überhaupt alles wat met stress te maken heeft. We gaan altijd op zoek naar, hoe heet die dingen? Noem het maar even activatie eten en drinken. Of het nou koffie is, of het nou een banaan is, of het nou gewoon een gebakken is. Of iets, in ieder geval iets waar snelle suikers in zitten, snelle shots in zitten. En dat is meestal juist het slechtste wat je kan doen. Dat is het allerslechtste wat je kan doen. Want Bianca heeft mij net een koffietje zien drinken toen wij een vorig gesprekje hadden. Maar denk erom, dit is decafé. Ja. Dus dan weten de mensen dat ook gelijk. Ja, ja. Dat is een hele goeie van jou. En daarom kan ik geen antwoord geven op jouw vraag, Bianca. Omdat die recepten zijn zo samengesteld dat het laag glycemisch is. Dus glycemisch. Glycemisch. Weinig suikers, oké. Okay, ja. Weinig suikers.
omdat je dan niet die bloedsuikerverhoging krijgt, dat je een piek krijgt van activatie in jezelf. Dat je actie gaat ondernemen, maar dat het langzaam afgeeft. Ja. Nou, het zijn hele toegankelijke gerechten. Die heb ik toen een jaar lang gegeten. Ja. En ik merkte na 3 maanden verschil. Maar dus denk na 3 maanden van zeg maar de gerechten die jij hebt gemaakt zelf, om in ieder geval zoveel mogelijk je lijf te ondersteunen met de aanmaak van serotonine en zo min mogelijk suikers, merkte je na 3 maanden al verschil in je energieniveau? Ja, in mijn gelukszijnsbeleving. In het gelukszijnsbeleving vooral. Oké, top. Ja, ja, want dan ben je dus emotioneel veel stabieler. Je hebt veel zelfvertrouwen. Nou, dat kan je dus nu ook wel zien. Ik heb gewoon hele goede zelfvertrouwen. Ik heb gewoon zin om te leven. Ik vind het leuk om de dag te beginnen. Dus het is heel belangrijk dat mensen... Kijk, wat er vaak gebeurt, en dat snap ik ook, hè, met een kookboek. Ik heb daar een aantal staan. Laat ik eerlijk zijn. Met de kerst dan ga je er een keer in kijken. Of dadelijk maak ik een boodschappenbriefje, maar... Het moet wel toegankelijk zijn. Want daar wil ik wel gelijk even op inhaken trouwens. Ja. Want ik hoor jou zeggen boodschappenbriefje. Ja. Ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe heilzaam en helpend het is om gewoon elke week wanneer je boodschappen gaat maken, van tevoren al te weten wat je gaat maken aan eten de rest van de week. Dat scheelt zoveel stress en zoveel... het brengt je zoveel meer geluk te weten wat je gaat eten, wanneer en hoeveel tijd het je gaat kosten, in plaats van dat je de dag zelf nog eens gaat bedenken. Maar die schiet me ineens te binnen nu je het hebt over het boodschappenlijstje. Dat is, ik vind het nog steeds, moet ik heel eerlijk zeggen, ik moet mezelf er nog elke week toe zetten om ook echt even een weekoverzicht voor mezelf te maken van wanneer is nou wat, wie is waar. Want soms komt mijn man laat thuis. Of soms is mijn dochter niet eens thuis. En wat gaan we dan eten? Want iedereen heeft natuurlijk ook zo zijn eigen voorkeuren. Ja. En daar dan de boodschappen op te halen. In plaats van dat ik het op de dag zelf ga bedenken. Want dat is altijd gedoe. En dan wordt het makkelijk. En dan is het ongezond. Of wat dan ook. Ja, maar dat doe ik dus echt nooit. Ik maak elke week een boodschappenbrief. Ja. Voor heel de week. Ja. En ook voor de lunches. Ja, heel dus slim. Dat kan, want ik eet... Elke avond nog steeds, na 10, 12, 11 jaar, eet ik nog steeds elke avond als eet puur geluk. Ja. Elke avond. Ja. Maar wat ik fijn vind, wat ik nu heb gedaan, want er was een eerdere uitgave in 2015 van het boek Eet puur geluk. Daar stonden alle recepten in en de foto's die ik een heel jaar heb gegeten. Dus ik merkte het na 3 maanden. Want ik dacht opeens, ik weet het nog, ik liep in de kamer en ik uit het niets dacht ik... Oh, ik heb zin, ik ga lekker een appeltaart bakken. En toen dacht ik, dat heb ik al een paar jaar niet gedacht, die gedachte. Dat gevoel. En ik, oh ja, jippie, zo voelde het. En mijn serotoninegehalte was ook na 9 maanden helemaal hoog. En ik heb in het begin, de eerste 2 jaar dat ik aan onderzoeken was, ook antidepressiva geslikt. Ja. Maar dat wilde ik natuurlijk niet heel mijn leven. Nee. Dus toen ik ging koken, ben ik zelf op mijn eigen manier gaan afbouwen, heel langzaam. Ja. Maar ik was er dus al van af en mijn serotonine was heel hoog. Oh, mooi. Even heel kort, antidepressiva is een heropname. Ja. Dus als er 1 stukje serotonine zit, blijft die heropnemen. Dus toen dacht ik, dat moet ik niet hebben. Ik wil gewoon dat het helemaal vol zit in mijn hersenen met serotonine. Dat je er meer dan genoeg van hebt, zeg maar. Ja. En dan op jouw dingetje in te haken, van dat je denkt van ja, ik zou mezelf wat meer... op mijn boodschappenbriefje aandacht daaraan kunnen besteden. Wat mensen tegen mij zeiden, ja, denk je nou heel leuk, maar dan staat er in jouw weekmenu van dat eerste boek, dat en dat heb ik gegeten, maar dat lust Pietje niet uit het gezin. Dat Emma niet. En dan moet ik het allemaal halen, moet ik nadenken. Nou, dat heb ik opgelost. Kijk, achter in het boek, er zitten in dit boek dus, ik zal even een beetje zo bladeren, het verhaal van cortisol. In het begin. Ja. Dus dat zit erin. Ja, ik heb hem ook. Dan zitten de gerechten dus in. Ja. Maar achterin, kijk, dan zie je de tabellen in zitten. Ja. Er zitten maar 4 tabellen in. En dan kies je uit elke tabel 1 ding. Ja. En daar maak je de maaltijd mee. Dus ik ga heel, heel simpel doen. Je kiest kipfilet. Je kiest een speldpasta.
Je maakt er met heerlijke groenten een saus van, want groenten is niet zo belangrijk voor serotonine, maar wel voor andere vitamines. Ja. En dan moet je uit trabel 3, dan haal je bijvoorbeeld nog een lekkere parmezaanse kaas erover met pijnboompitjes en dan ben je er al. Ja. Dus het is de combinatie zo makkelijk. Ja, precies. Nou, en dan hoop ik echt van harte dat mensen die deze podcast gaan zien, zich gaan zelf gaan realiseren. Ja. Ja, ga maar meeluisteren. Dat ze zichzelf gaan realiseren van, wat koop ik eigenlijk in die supermarkt? En doe ik niet te veel aan gemaksvoedsel? Ik eet dus geen pakjes. Nee. Dus voor vanavond, ik eet een spruitenstampot. Nou, aardappels is uit tabel 2. Dan eet ik spruiten, die horen nergens bij. Maar die moeten erbij. En dan maak ik zelf gehaktballen. Maar als paneermeel gebruik ik gehakte zaden. Met een eitje. En ik doe stukjes brie door de stampot. Oh, lekker. Lekker. Ja. Klinkt zalig in ieder geval. Nou ja, zo in ieder geval voor de luisteraars van de podcast. En eventueel inderdaad op YouTube kun je hem bekijken. Even kort samenvattend, wanneer jij zegt van dat je eigenlijk cognitief alles begreep wat je moest doen, om het zo maar even te zeggen, zit hem natuurlijk in het stukje wat ik dan zelf altijd noem, ontspannen, inspannen en inspannend ontspannen. Oftewel, het gaat juist om de balans tussen rustig aandoen, maar ook dingen doen. Even zijstapje van mij. Het laatste wat je mij altijd hoort zeggen is dat je moet stoppen met werken. Want dat kan juist ook zorgen dat je nog meer onderuit gaat. Maar dat even terzijde. Dus het gaat ten eerste natuurlijk om je lichamelijke energieniveau omhoog krijgen. Want zolang die niet eens omhoog is, kan je mentaal al helemaal niks. En het gaat natuurlijk om een stukje, ja, zoals ik dat dan noem, diepziel duiken. Jezelf in je spiegel kijken. Wat gaat er eigenlijk niet conform hoe het beste is voor jouw gezondheid. Ja. Het gaat natuurlijk ook om erkennen wat er bij jezelf speelt en daarin je leefstijl. Het is ook letterlijk een leefstijlverandering, burn-out. Is niet iedereen altijd blij mee om te horen, maar ik noem het niet voor niks een wake-up call, want je kunt echt niet meer doen zoals je daarvoor deed, want dan ga je gewoon weer hetzelfde krijgen. Natuurlijk eten een heel belangrijk onderdeel van zowel van je herstel als wel van je geluksgevoel daarna te creëren. Ja. En dat is ook mede reden waarom ik zo benieuwd was naar jouw reis, zeg maar, toen bij jou de burn-out ontstond, wat uiteindelijk tot een boek geresulteerd heb over eten. Ik blijf het bijzonder vinden. Ja. En dan met name geluk eten. Geluk. Ja. Nou, hoe heerlijk is dat? Ik zal ook zeker de link naar jouw boek natuurlijk delen voor mensen die het boek willen lezen. In jouw boek, zoals je terecht zegt, kun je ook een stukje van jouw ervaring lezen. Want je vertelt daar ook over je eigen reis een stukje in. Maar natuurlijk de heerlijke gerechten. En het is net als wat Debfina zegt op het eind. Ik heb hem ook, dus daarom weet ik het ook. Op het eind staat ook inderdaad de tabellen. Wil je een keertje makkelijk doen zonder erover na te denken, wat moet ik nou waarin doen? Ja. Ga naar die tabellen. Kies daar wat uit, gooi dat bij elkaar, heel simpel gezegd. En je hebt al een heerlijk gerecht. Ja, dus, precies. Eet puur gelukt. Ik kan het je van harte aanraden. En het creëert ook natuurlijk nog meer geluk op andere vlakken. Super bedankt voor je bijdrage hierin, Damvine. Dat doet me trouwens denken. Mocht je als luisteraar of als kijker meer willen weten en nog meer, zeg maar, weten wat kan ik nou doen dan met eten? Want we vliegen er nu even snel doorheen. Want ik wilde natuurlijk nu vooral jouw verhaal hierin meegeven. In november gaan we er een webinar samen over geven. En dat is dan op mijn YouTube kanaal, Bianca Meijsen. Ja. Maar daarin gaan we het zeker ook wel hebben over de serotonine. En wat je daar dan anders in kan doen. Hoe het je kan helpen. En Davina heeft daar een hele mooie, noem het een masterclass voor. Dus ik zal hierna ook zeggen op welke data, maar wees welkom. Kom ook zeker daar naartoe om wat meer informatie over te horen. Damvine, ik wil je super bedanken voor jouw bijdrage en graag tot de volgende keer. Dat was de podcast Meer dan Mama met Damvine Jorren over haar reis vanaf 2011...
om te herstellen van een burn-out en een depressie. En naast de gangbare stappen in het herstel, was voor Dymphina vooral het inzicht over het gebrek aan serotonine, een gelukshormoon, wat haar er toen aangezet heeft om te ontdekken hoe kan ik dat met voeding naar binnen krijgen. Daar is het boek uitgekomen, Eet Puur Gelukt. En ik zet natuurlijk de link naar het boek in de comments, dus kijk daar gerust ook naar. Wil je meer weten over wat het dan precies inhoudt en vooral ook op welke manier jij met je voeding daarin aanpassingen kan doen? Ze zal in de Expect a Miracle Masterclass van november daar meer uitleg over geven. En deze gaat plaatsvinden op 23 november, dat is op een dinsdag, vanaf 10 uur tot 11 uur op mijn YouTube-kanaal Bianca Meijsen. Mocht je er niet bij kunnen zijn, niet getreurd, je kunt hem ook weer kijken via de replay. Hij blijft gewoon beschikbaar op mijn YouTube-kanaal. Kun je er wel bij zijn, dan kun je natuurlijk allerlei vragen stellen waar we met veel plezier op antwoorden. Dus kijk ook in de bijlagen van deze podcast of op mijn YouTube-kanaal naar de links voor het boek en de informatie voor de volgende masterclass of die plaatsvindt in november. Eet puur geluk na een burn-out met Dymphina Jorre op 23 november 2021. Graag tot de volgende keer!